We kijken naar de evenwichtsprijs, de evenwichtshoeveelheid en uiteindelijk ook het marktevenwicht. Nou, om de evenwichtsprijs te berekenen moet je altijd een formule gebruiken. En die ziet er zo uit. Formule. En dat is QA moet gelijk zijn aan QV. Nou, als je de formules hebt, dan kun je aan de slag. Nou, ik heb een paar formules opgezocht. En die krijg je altijd gegeven. QV is min 12P plus 480. En ik heb ook een aanbodformule. QA is 10P min 70. Nou, dan kunnen we aan de slag. Want we gaan het uitrekenen. Ik schrijf nog een keer op. QA is QV. QA is 10P min 70. En dat moeten we gelijk gaan stellen aan min 12P plus 480. Nou, wat je moet doen is alle P's naar de ene kant en de getallen zonder P naar de andere kant. Nou, ik laat de 10P staan en die min 12P moet naar de andere kant. Nou, omdat hier het is-tekentje voorbij gaat, wordt het een plusje. Dus krijg je plus 12P. En wat ik nu ga doen met de getallen is eigenlijk hetzelfde. 480 laat ik staan, dat was een plus. Die min 70 gaat naar de andere kant, dus dat wordt ook een plus. En dan wordt het plus 70. Nou, gaan we verder uitwerken. Dan krijg ik 22p en dat moet gelijk zijn aan, even kijken, 550. Vervolgens ga ik alles door 22 delen en krijg ik 550 gedeeld door 22. Als je dat uitrekent, kom je uit op een evenwichtsprijs van 25 euro. Nou, je zet altijd een streepje boven de P, dan weet je dat het om het evenwicht gaat. Nou, dit is de evenwichtsprijs. De evenwichtsprijs. En die is in dit geval 25 euro. Nou, vervolgens kun je de P invullen in een van de twee formules. En het beste is om in allebei te doen. Dan weet je wat de evenwichtshoeveelheid is. Nou, gaan we doen. QV pak ik even en ik ga gelijk invullen. Dan krijg ik min 12 keer de evenwichtsprijs, 25. Plus 480. En als ik dat uitreken, even kijken, kom ik uit op 180. Dus bij een prijs van 25 euro worden er 180 producten gevraagd door de klanten. En dat doe ik nu ook even voor het aanbod. Krijg ik 10 keer die 25. Min 70. En even kijken, ja, dat is ook 180. Ik kan nu zeggen, de evenwichtshoeveelheid is 180. Dit is dus de evenwichtshoeveelheid. En dit noem je ook gelijk het marktevenwicht. Dus het marktevenwicht. Marktevenwicht. Vinden we bij een prijs van 25 euro en een hoeveelheid, een evenwichtshoeveelheid van 180 stuks. Nou, als je deze lijnen zou tekenen, je tekent de vraaglijn en de aanbodlijn, dan zal dit ook het snijpunt zijn, het snijpunt van de vraag- en aanbodlijn. En dan kun je dus ook met een tekening het marktevenwicht vinden. Maar dat is vaak minder duidelijk dan wanneer je het uitrekent. Dan weet je precies dat het goed is. Maar goed, de evenwichtsprijs, evenwichtshoeveelheid en het marktevenwicht kun je vinden door QA gelijk te stellen aan QV. Je gaat dan eerst de evenwichtsprijs berekenen. Nou, dat doe je door QA is QV te doen en uit te rekenen. Nou, wat doe je? Je zet de twee formules achter elkaar met een is-teken ertussen. Je gaat vervolgens de P oplossen, de evenwichtsprijs. En in dit geval is die 25. We hebben dus nu de evenwichtsprijs. En dat is de prijs die voor vragers en voor aanbieders beide acceptabel is.
Nou, vervolgens ga je kijken hoeveel producten er worden verhandeld bij die evenwichtsprijs van 25 euro. En wat moet je daarvoor doen? Je moet de 25 invullen in één van de twee formules. Zelf doe ik altijd allebei, want als daar hetzelfde uitkomt, dan weet je 100% zeker dat het goed is. Nou, in dit geval kom ik uit op een evenwichtshoeveelheid van 180 stuks. Dus bij een prijs van 25 euro is de markt eigenlijk in evenwicht. En dat staat hier dus ook. Het marktevenwicht ligt bij een prijs van 25 euro en 180 producten. Nou, mocht je beide lijnen tekenen, dat kan natuurlijk ook, dan is het snijpunt van de vraag- en aanbodlijn heeft als coördinaat een P van 25 en een Q van 180.